meer geleerd. Jullie keken naar heel veel ruitjes malen. En ik ga naar school. Ja, je moet nog even jaartjes doen, hè? Dan zijn we klaar. Het viel wel een beetje tegen de wekker zo vroeg vandaag weer. Maar we zijn gewoon helemaal op tijd klaar. En we gaan zo helemaal op tijd op school komen. Ja, want ik ben al nu net klaar. Ja, en we hebben gewoon nog 10 minuten. Dat is echt een prestatie voor ons, want wij zijn allebei geen ochtendmensen. Doe maar wel iets meer achter je hoofdje, schat. Het is wel heel schattig. Maar doe maar iets meer hierheen. Nee, dan kunnen ze zien dat ik het kan. Oh, wil je het gewoon even laten zien? Anders zien ze het niet. Nu ook één staartje zo. Oh. Je kan al zo goed staartjes maken en knutjes. Ja. Zo schattig altijd. Wauw. Ik heb trouwens al wel heel lang haar, hè? Leuk, hè? Nou, ik ga nog even snel wat doen. En ik heb echt heel lang haar. En dan zijn we helemaal even. Mama, goed. Oh, je hebt zo'n zacht haar. Jij niet, alles zacht haar. Oh, jij hebt zacht haar. Ja. Auw. Sorry. Ik ga dan even snel wat extra doen met de tijd die ik over heb. En dan Sarah naar school brengen en even boodschappen doen. Dus ik zie jullie later. Tot naar school. Deze hele leuke corsettop aan. Skinny spijkerbroek en simpele zwarte laarsjes met een hakje natuurlijk. En ik ga aan de badkamer beginnen. Ik wil even het huis helemaal opruimen. Het is zo'n zooi in huis. In ieder geval, het is niet eens zo'n zooi. Ik vind gewoon dat we te veel spullen in huis hebben. En dat ben ik zat. Dus ik wil er even rigoureus doorheen gaan. En ik ga beginnen met de badkamer. Kijk, echt zwaar overladen kastjes. Dus die ga ik zo even helemaal door. Leeghalen, kasten schoonmaken. En dan weer opnieuw indelen en hopen dat het weer een stuk netter is. En we hebben nog veel meer kastjes en plekjes. Dus hopen dat het hier wat wordt. Oké, ik heb al een heel stuk opgeruimd. En ik heb ook echt heel veel weggedaan. Maar ze blijven echt heel erg vol. Maar het is toch wel vooruitgang. Kijk welk klein lief meisje weer thuis is. Ben lekker op school geweest, hè? En ze heeft helemaal verfhandjes. Die heeft heel druk geverfd op school. Laat maar zien. Zo, kan je het goed zien. Helemaal onder. En die andere? Dus dadelijk even helemaal goed in bad. Maar het gaat er niet echt heel makkelijk af. Dus dat gaan we zo even zien. En nu gaan we even lekker heel veel knuffelen. Goedemorgen, het is weer dinsdag. En het is echt stom weer. Het regent, het is koud. Boah. Maar goed, Sarah is al op school en ik ga even haar kamertje leeghalen, want daar gaan we morgen in klussen. Een plafond moet gerepareerd worden en dan maak ik het natuurlijk gelijk weer helemaal netjes als ze toch bezig zijn. In ieder geval, dat moet wel. Het plafond moet eruit, dus het moet toch geverfd worden, dus dan doen we het gelijk helemaal leuk. Dus ik ga hard aan de slag. Nog even snel de outfit van vandaag. Lekkere gebreide trui, lekker warm. Skinny jeans en deze bruine laarsjes. Zijn zo goed te zien. Ik weet het nooit. Natuurlijk weer de hakken. Daar krijg ik best wel veel reactie op elke keer. Dus helemaal leuk. En ik ga snel aan de slag. En ik ging nog niet zo hard aan de slag, want ik heb een klein vriendje hier. Vind je het zo mooi jezelf zien? Oh, ben je niet afgeleid? Wat zie je allemaal? Dan gaat je tante zoveel weken oppassen. Kom je dan heel vaak knuffelen. Ja, denk het wel. Hé, hey, kijk. Daar ben jij. Als je roep lukt, dan zou ik wel weten. Dit komt helemaal goed, hè? Kijk wie er thuis is. Mijn eigen kindje. Nee. Nee, ben je niet meer mijn kindje? Nee, ik ben van jou. Oh. Van jou is lekker visite aan Sarah is op school. Oh, ik snap het. Ja, want ik ben van jou. Ik ben toch wel weer blij dat ik gewoon lekker ook even met jou kan knuffelen. Maar ik ben Fayen. Ja, ik knuffel graag met Fayen. Niet met Sarah dan, dat is van mij. Nee, Sarah wil niet. Sarah wil op school blijven. Nee hoor. Oh. Het komt al kut uit. Dus ik ga deze dame zo weer naar school brengen, want de uurtje is zo voorbij natuurlijk. En dan ga ik even verder met Sarah's kamertje. Ik heb net nog wel heel veel gedaan. Geen tijd gehad om iets te filmen. Want mijn ochtend liep natuurlijk iets anders. Maar goed, ja. Ik ben heel erg ver. Dus morgen kunnen we aan de slag. Wij zijn gezellig aan het eten met... Onder stress. Oh, gaan we nu in Spaans met Kitty
En wat was je aan het doen, Annette? Engels praten. Engels praten. Zeg eens wat in het Engels. No. No. Dat is toch Engels? No. Zeg nog eens wat Engels. Yes. How does your food taste? No. No? Good no. Good no. Doesn't it taste good? I think it's English, English, wingling, droppings. Echt waar? Yes. Wat zei je nou precies? Want ik bestond je niet helemaal. Ik vond het meer... Ik zei, jij bent de mooiste van het land ooit. Ik dan toch? Oh, nou. En ik dan? Maar het klonk of jij Mandarijn sprak. Een Mandarijn die kan praten. Een Mandarijn die kan praten. Ja? Daarom ook echt zo zeggen. Een glas die kan praten. Een glas dat kan praten? Maar ik ga dat vroeger ook hoor. Mandarijn. Kan Mandarijn praten? Goedemorgen, het is woensdagochtend. Gelijk snel even de outfit. Spijkerbroek, leuke trui met bewerkingen. En gewoon die simpele laarsjes weer opnieuw. We zijn begonnen met Sarah's kamer. Ik zal de troep even laten zien nu. Dit is de staat van het plafond nu. Er gaat eigenlijk een nieuwe in en alles ligt nog op de grond. Dus ik denk niet dat het heel veel vloggen wordt vandaag. Nou, dat valt mee. We moeten daar ook naar ballet en alles. Uit school en ik ga ballet en ik heb een nieuwe balletpak bij me. Ga maar zien. Mijn naam. Goedemiddag, het is donderdagmiddag en Sarah die is even lekker aan het eten nog. Ik ben naar school geweest, hè. En we zijn verder gewoon natuurlijk heel erg druk bezig in huis. Sarah, de kamertje is al een stukje verder, dus dat zal ik zo even laten zien. De status nu is heel geel. Tot daar en verder is het mee. En het plafond zit er al wel in. De beurschuim moet nog afgesneden worden en zo, maar dat was nog niet droog. Maar we zijn in ieder geval lekker geel. Het is vrijdag en ik ben aan het ontbijten. Je gaat naar de school, hè? Ja. Eet smakelijk. Knuffel van liefdes van jongens en van meisjes. Zo, Sarah is weer op school. En ik ga even cadeautje kopen voor verjaardag morgen. Het is echt heerlijk weer. Ik zie het ook op de camera. Het is echt mega zonnig van achter. Echt super lekker. Ik zag ook, volgende week krijgen we eigenlijk weer een soort beginnende lente weer. Dus ik ben blij. En ik ga nu even opschieten, want ik moet nog veel meer doen vandaag. Maar dat gaat wel goed komen. Cadeautjes gehaald. Ik heb de overblijf gedaan. Ik heb alleen maar heen en weer gerend vanochtend. Dus eigenlijk niet heel veel gefilmd. Ik zal even snel Sarah de kamertje nog laten zien. De muren lijken natuurlijk een beetje gevlekt, maar dat is het vocht. Er is nu al heel veel ingestuukt, dus dat is fijn. En dan nu weer snel Sarah de spullen pakken, want ze gaat zo naar zwemles. Dus het is weer haasten. Kijk wie er weer uit school is. Hoi. Ja, en we gaan naar zwemles. Dat had ik al verteld natuurlijk. En daarna hebben we weekend. Ben je zelf Kaylee aan het appen? Hele diepe concentratie. Maar kijk. Oh, hij staat niet scherp. Wat lief. Hoe schattig is dit? Dit stuurt Sarah zelf naar Kaylee. Goedemiddag al. Het is zaterdagmiddag. En we hebben vanochtend gewoon lekker een beetje in huis gerommeld. Dus eigenlijk niet gefilmd. Even lekker samen geweest. Marco is aan het werk. Dus dan zijn Sarah en ik natuurlijk samen. En we hebben dadelijk een verjaardag, dus daar gaan we zo naartoe. Dat begint zo. En vandaag doen we lekker rustig aan verder. Ook wel eens lekker, want meestal zijn we altijd wel heel van het rennen. En ze is heel lief met de Barbies aan het spelen. Ik ben het netjes aan het maken. Het huis is helemaal mooi. Super schattig. Zo, wij komen net van de verjaardag. Daar heb ik overigens niet gefilmd, want wat ik al vaker zeg, dan komen er allemaal kindjes in beeld, wat niet helemaal de bedoeling is. Maar Sarah heeft het super naar de zin gehad, hè? Ja, maar het is nu al donker. Ja. Laat me zien de lucht. Ja, oh, de lucht. Zien jullie dat? Het is helemaal zwart, hè? Ja, omdat het ook al avond is. Ja. En ik zie sterrenzonnen.
Oh, sterrenzonnen. Hier, ja, je hebt geleerd. Een ster is een zon van mensen. Ik denk dat die ster van ons is. Oh, nee. De zon is eigenlijk onze ster. Maar de sterren zijn onze zon. Ja, die zijn alleen veel verder, hè? Ja. Dus we gaan lekker naar huis. En dan komen we precies mooi met bedtijd aan. Dus dat is wel mooi. En dan morgen weer een leuke dag. Zo, Sarah ligt ondertussen al een tijdje te slapen. En ik zit nu alleen beneden. En ik heb het advies van velen opgevolgd. Ik ben dit gaan kijken. Grimm. Ik ben al een aardig stukje, zoals jullie zien. En ik moet zeggen, hij is inderdaad leuk. Ik had voorheen al een stukje gezien. Maar niet zo ver. Maar ik vind hem leuk. En ik ben alweer bijna klaar. Dus dan wordt het alweer tijd om een nieuwe serie weer te vinden. Of kijken of iets verder gaat. Wat voorheen nog niet verder ging. Dus mochten jullie nog tips hebben, laat het je onder even weten. Goedemorgen, het is zondagochtend. En wij zijn ons aan het klaarmaken. We krijgen zo visite. Dat is ook nog een beetje voor Sarah's verjaardag. Want dat jongetje is de dag voor Sarah jagen. En we vierden het tegelijk, dus dat ging niet lukken. Maar hij is één geworden, dus hij is heel druk bezig alle hele kleine speeltjes weg te halen. En ik had eigenlijk niet echt veel, want de kindjes mogen niet in beeld. Dus moet even kijken hoe ik dat doe. Ben je goed bezig alle kleine dingetjes in het bakje te doen? Ja. Ja, heel goed. Dan gaan we dat zo even wegleggen. En dan kunnen jullie er wel allemaal mee spelen. Okay. Oh, dat vind jij helemaal niet leuk? Jawel. Oh, wat zeg je dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je dan nog een cadeautje? Ja. Ja, ben je graag niet bezig. Wat is dat? Een jongen waar je allemaal dingetjes in kan doen. De kraaltjes, hè? Dat is ideaal. Zo, de visite is weer weg. Dat heb ik verder niet meer gefilmd, maar dat had ik natuurlijk al gezegd. En we hebben ondertussen in Sarah's cadeautje de strijkkralen al helemaal gesorteerd. En ik ben Nola. Hier heb je haar zo zelf gedaan, hè? Met lekkere chocolade toet, want je bent hagelslag aan het eten. Zo even de kraaltjes laten zien. Maar ik ben Lola. Oh, hallo Lola. Kijk, zo zijn we de kleurtjes aan het sorteren. En dan aan de andere kant. Eerst goed dicht doen. En we het ook helemaal zo. We komen nog wel iets van tekort, want we hebben ook nog meer kleurtjes. Dus we moeten er nog wel één bij hebben. Dus nu even de laatste paar kraaltjes erin. En dan is het voortaan gewoon helemaal gesorteerd. En dat is natuurlijk echt. En zo laten we nu even weer weg. Oké, baby Sarah. Ja. Gezellig. Ik ben het liefste met Sarah. Zo, ik ben aan het koken, ook een beetje donker zo op de camera. Lasagne aan het maken en Sarah gaat me heel lief helpen met de bladen. Dus ik vul elke keer de schaal en dan gaat zij de bladen opleggen. Die ernaast. Geconcentreerd gezichtje. En hij staat heerlijk in de oven. We hebben net echt super lekker gegeten. En Sarah die gaat zo naar bed, maar we lagen nog heel gezellig te kletsen over later, hè? Ja, want later ga ik... Wat wil jij worden als je later groot bent? Moeder en dokter. Moeder en dokter. En hoeveel kindjes wil jij heel graag? Drie. Drie kindjes, hè? En zijn het dan jongetjes of meisjes? Een jongetje en twee meisjes. Dat is wel leuk. Dus dan krijg ik drie kleinkinderen van jou. Dat vind ik wel gezellig. En dan later moet je nog een dokter nog eentje bij. Oh, nog drie en nog eentje? Wauw. Maar dan heb je er zeven. Ik ga niet op zeven kindjes tegelijk passen, hoor. Daar ben ik toch veel te oud voor. Nee, ja. Oh. En Sarah wil later heel graag dokter worden. En dokter, moeder, jumbo. Je wil heel veel, hè? Stoerdes. En als jij uit huis gaat, wat zei je dan tegen mij? Dat je elke dag... Bij mij op visite komt, hè? Ja, dan gaat ze elke dag om mijn kinderen passen om de zeven. Oh, zeven kinderen. Ik vind het wel heel veel. Ik zou er niet aan moeten denken. Zeven kinderen. Ik vind het knap hoor, als mensen het kunnen. Maar niet voor mij. Maar je wil ook dokter worden. En wat voor dokter wil je worden? Met kindjes, hè? Ja. Ja, superleuk. Ja, want dan kan ik mijn eigen kindjes ook beter maken thuis. Dat is wel een heel slim plan. Dan hoef ik helemaal nooit de dokter op te bellen. Ja, dat is wel gezellig, onze gesprekjes. Maar het is ondertussen wel...
Bye-bye. Ga jij vast gedag zeggen tegen de vlog, want het is zondag? Nee. En dan het is maandag. Oh, grappig maken. Hey, je kan nu nog gedag zeggen en anders zien ze je gewoon volgende week weer. Het is ondertussen zondagavond, tijd om de vlog af te sluiten. Leuk dat jullie weer gekeken hebben. Abonneren kan hieronder, doe dat even als je het nog niet gedaan hebt. Is gratis natuurlijk. Reacties, duimpjes waarderen we allemaal zeer. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei! Wat heb je aan? Alles van de Zara.